Welkom bij Parkston TV. Of eigenlijk moet ik zeggen, welkom bij Parkston TV in beweging. Want waar u nu naar kijkt is een speciale aflevering van Parkston TV. Waar u samen met een sporttrainer en andere mensen met Parkston en Parkinsonisme actief aan de slag kunt gaan. Bewegen is heel erg belangrijk. Dat geldt voor iedereen, maar juist ook als u Parkinson of Parkinsonisme heeft. Maar in beweging komen is juist niet altijd zo eenvoudig, want bewegen gaat soms traag, kost meer tijd, meer inspanning. En juist als u een tijdje wat minder heeft bewogen, is het ook moeilijker om weer in beweging te komen. Speciaal voor u en voor alle mensen met Parkinson en Parkinsonisme maakten we daarom 6 afleveringen van Parkinson TV in beweging. In elke aflevering staat een andere activiteit centraal. De sporttrainer neemt u stap voor stap mee door deze oefeningen. Van warming up tot cooling down. En alle activiteiten kunt u zittend of staand uitvoeren. Ons doel is dat u in uw eigen tempo, in uw thuisomgeving, weer voorzichtig, stap voor stap, in beweging kunt komen. En naast het bewegen leert u ook in elke aflevering waarom het belangrijk is om in beweging te komen. Want experts delen hun kennis met u. Daarnaast delen mensen met Parkinson hun eigen ervaringen en hun eigen uitdagingen om in beweging te komen. Daarmee willen ze u inspireren en wellicht dat u daarmee ook weer in beweging kunt komen. We wensen u veel kijk en vooral veel beweegplezier. Welkom bij Parkinson TV in beweging. Deze aflevering heeft als thema yoga. Zorg ervoor dat je ruimte om je heen veilig is en zeker een stoel ook bij de hand, zodat je ook straks steun kunt hebben van de stoel. Ook hierbij wees creatief. Als iets niet lukt, probeer dan op een andere manier ook de beweging te volgen. Heel veel plezier en we beginnen met een warming up. Oké, we kunnen ook gaan staan even erbij. Eén arm laat je heel zacht bewegen. Andere arm. Adem in. En op. Armen voor. Lang of je rijk. En weer terug. Nog een keer armen rijk naar voor. En hou vast. Open. Trek hem naar je toe. Duw weg. En trek hem weer naar je toe. Vuisten. Duw weg. En stap op je plaats. En wiebel. Oké, en van ons? Mogen jullie ook wat gaan staan? Gaan jullie staan? Blijf je zitten, Klaas? Oké. We gaan naast de stoel staan. En je houdt je handen vast. En anders zit je op de stoel. Rug is vrij van de leuning. Ja, we gaan stappen. Neem je armen mee. Je benen gaan door. En we gaan uitduwen. Duw, 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 duw. Ga maar door. Je benen blijven doorgaan. Rijk. En de rijk. En blijf je benen doorgaan, hè? Rijk. Oké. En de voeten zijn naast elkaar. Hou je stoel vast en we gaan tappen. Tap. Tap. Hou je balans, hè? Oké. Probeer je voeten. Hak.
op, neer, op, neer, op je eigen tempo, hè. Omhoog en neer. Blijf rechtop staan, maak je lang. We gaan ons ene been alleen maar optillen. Op, neer, omhoog. Je mag ook met twee handen de stoel vastpakken als je dat fijner vindt. En andere been. Op, neer. Op, neer. Als je staat, zo hoog mogelijk optillen. Oké, we kijken naar rechts. Met je hoofd. Kijk naar één kant. Rustig aan de andere kant. Zo ver mogelijk, hè. Iets sneller. 1, 2. Wissel, 1, 2. Wissel, 1, 2. En hou die stoel vast, want we gaan wat sneller. Kijk rechts en links en rechts. Nog 4. 4, 3, 2. Laatste keer. Oor naar de schouder. En wissel andere kant. Hou je neus in het midden. Wissel. En wissel. En kijk naar beneden, over iets heen. Blijf rechtop staan. Probeer naar het plafond te kijken. Hou je balans. Hou je schouders laag. Oké. En alleen maar je schouders op en neer. En op, neer, op, neer, op, neer, op, neer, armen laag. Gaan we door, armen gaan door. Hou vast, omhoog. Maak je lang, 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 lang. En we gaan boven ons hoofd. Of je piano speelt, hou vol. Armen zijn boven je hoofd. Ga langzaam naar opzij. Eén arm. Ga naar de andere arm, maar je blijft pingelen. En terug. Andere hand, ga naar de andere hand, maar blijf bewegen, blijf piano spelen. Goed. We gaan piano spelen op je bovenbenen. En als je wil gaan zitten of wil gaan staan, alles kan, hè, tussendoor. We gaan contact houden met het been en we gaan naar de schenen. Halverwege de schenen blijven we. En we glijden omhoog. En glijbaan. Oké. En duw. Duw weg. Of je zegt stop. Hou vast. Handen recht. Vuisten. Draai ze terug. Alleen maar open. En dicht. Open. Draai je hand de andere kant op. En open. Dicht en blijf mooi rechtop staan. Open. Dicht. En we gaan alleen maar dicht. Dicht. Pak. 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 Probeer stabiel te blijven staan. Als het nou niet lukt, gewoon lekker gaan zitten. Eén om één. Pak. Pak. Snel. Snel. Dit is een hele snelle. Uiteraard mag je het langzaam doen, hè. En voelen aan een stofje. En geld. Voel aan een stofje. Wrijf in je handen. Klap op je benen. Even voeten. Heel snel. Sneller. Sneller. En je benen gaan snel en je armen gaan langzaam. Hou vol. Hou die benen snel. Is niet makkelijk. Oké. En we glijden één keer door. En weer terug. We gaan even lekker comfortabel zitten. We gaan naar het yoga gedeelte. Yoga heeft ook heel veel verschillende vormen. Zorg dat je lekker zit. Even bijkomen. Sluit maar de ogen. Doe je ogen maar dicht. Je luistert gewoon even naar je eigen ademhaling.
blijven ademen. Oké, hou je ogen maar dicht. Het gaat om de ontspanning, dus hou je ogen dicht. Blijf goed doorademen. Ontspan. Voel je lichaam. Voel je hoofd. Je gezicht. Je schouders. Je borstkast. En blijf doorademen. Je bovenarmen. Je gevoel gaat door naar je handen. En blijf aan je ademhaling denken. Ga verder naar de buik. Naar je billen. Naar je bovenbenen. Gewoon even voelen hoe het er is. Langzaam ga je naar de kuiten toe. En we eindigen bij onze enkels naar onze voeten. Langzaam gaan we onze voeten bewegen. En hou je ogen nog maar steeds gesloten. Langzaam bewegen je voeten. Langzaam ga je armen weer wat bewegen. Oké. Open je ogen. En kom er even lekker rechtop zitten. Probeer te ademen met je armen. En weer terug. Adem uit. Bij de uitademing ga je eigenlijk weer even heel gemakkelijk zitten. En adem in. En blaas uit. Nog een keertje adem in. Voel je vingertoppen, voel je vingertoppen. Maak je lang, 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 lang en adem uit. Oké, we leggen één hand op de borst, de andere arm op je buik. Probeer je ademhaling te voelen. Ook hierbij mag je even je ogen dicht doen. Dus adem in. Voel die adem en blaas uit. Voel waar je ademhaling zit. En weer adem in. En blaas uit. Zet je handen op je flanken. Doe je ogen maar even weer open. En als je inademt, word je breed. En weer uit. Ga maar even door op je eigen tempo. Oké, armen komen naar voren. Open je borst. Handpalmen naar voren. En even indraaien. En weer openen. Tussendoor probeer je ook even altijd te voelen hoe het is met je. Zeg maar de bodyscan. Hoe gaat het met je? Je hoofd, je schouders, je buik, je benen. Oké, we houden hem open gedraaid. We zitten rechtop. We gaan heel rustig een cirkeltje met je hoofd doen. Oké, we gaan ook even de andere kant op, maar blijf rechtop zitten. Voel je lang. Of je alles uitstretch. Wees niet bang om naar achterover te gaan.
Oké, we gaan even alles uittrekken. We gaan tegen de leuning aanleggen. Voeten zijn bij elkaar. En je maakt je helemaal lang. Rek je uit. En blijf even daar. Maak je lang, 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 lang. Oké, even je benen terug naar de plaats. Blijf even gewoon lekker liggen. En weer even ontspannen. Gaan we nog een keer. En stretch je helemaal uit. Maak je lang, hè. Trek aan je tenen of er iemand aan je handen trekt. En weer terug. Kom maar even zitten. We hebben de benen wat gespreid. En we gaan even naar voren hangen. Ontspan je rug. En kom maar weer omhoog. Je kijkt naar achteren en we maken een twist. Maar probeer zo recht mogelijk te zitten. Neem je stoelleuning vast, zodat je ook je wat kan helpen. Pak de buitenkant vast met je andere arm. Oké, andere kant. Dus je hebt... En kijk maar achterover. Achteruit. Oké. Ditzelfde doen we. We gaan naar voren. En dan doe je één arm naar het plafond. En je kijkt richting je hand. Open je arm. Twist. Goed. Hou vast. Hoeft niet zo ver. En weer terug. En probeer altijd je ademhaling erbij te hebben. Adem in. En open naar de andere kant. En weer terug. Oké. We doen ons been wat naar voren. En je mag van mij best even gaan zitten. Lekker rustig leunen. Je knie is opzij. Nu kom je een stukje naar voren. Je armen gaan over je been. Ontspan. Probeer te ontspannen. Andere kant hetzelfde. En je enkels op je knie. Gewoon eerst even lekker leunen. Voel die zwaarte. Dan ga je echt hier onderin voelen. En we reiken voor ons naar voren. Adem uit. Als iets wat pijn doet, als iets een beetje stretch en je ademt uit, dan vang je het wat op. Oké, we hebben rechts of links voor. Je voet zet je naast je, maar je hebt je been uitgedraaid. Dus niet parallel, maar je tenen naar de buitenkant. En dan ga je naar je hak toe. Dat is een andere stretch. En weer terug. Zelfde andere kant. Eén been is gewoon recht voor je. Andere been draai je uit. Dus niet in, maar uit. Dan hou je ook naar de zijkant. En je gaat richting niet je tenen, maar richting je hiel. En weer terug. Eén been helemaal opzij. En andere been... Rijk naar opzij. Maak je lang. Of je van de stoel afvalt. Nog verder opzij. Veel verder, 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 verder. En weer terug. En andere kant. Dus rijk helemaal opzij. Of je van je stoel afgaat. Maar je tegenarm, dus je lage arm, die reikt naar je grote teen. Dus maak je lang. Dit kunnen we ook even staan proberen. Ja? Dus als je wilt blijven zitten, blijf je zitten. Staand. Ik zou zeggen, pak echt twee benen. Twee handen op de stoel vast. Eén been gaat buigen. En rijk. En je mag die stoel vasthouden, hoor. Nou, die arm blijft hoog. En die rijkt naar de andere kant. Adem uit en in. En terug. Hetzelfde doen we andere kant op.
Dus je staat met twee handen vast. Als je uitstapt kun je de buitenkant helemaal lang maken. Maak het lang, 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 lang. Rijk, rijk. Dus het been wat je buigt, die arm is omhoog, schuin diagonaal. Het is een lijn van je puntje van je vinger naar je puntje van je teen. Of je hoofd ook neerlegt, dus open je borstkast. Nou, strek op en buig. En weer terug. Oké, gaan we aan één kant staan. Balansoefening. Eén voet is parallel, de andere zet ik op de bal van de voet neer. Men noemt het ook de boom. Nou gaan we proberen of we volledig ons lang kunnen maken op één been. Dat doen we ook eventjes met de andere voet. En jullie maken je lang en blijf maar staan. Als je op de stoel zit, zet je benen wat naar voren. En we doen hem op deze. Die is zittend in plaats van staand. En de andere kant hetzelfde. Dan ga je knie opzij. En je maakt je lang. En weer terug. Oké, we rollen weer even af naar beneden. Helemaal voorover. Ontspan. En weer omhoog. Als je staand iets wijder van de voeten, kan je ook altijd de stoelleuning vasthouden. Nu gaan we weer naar beneden. Je hebt, als je zit, je handen daar. Kijk uit dat je stoel niet wegglijdt. En weer omhoog. Oké. Je til je been gestrekt omhoog. En weer terug. En gestrekt omhoog. We zijn er bijna. Oké, dan gaan we nu naar de namaste. Even omhoog. In yoga heb je gewoon ontzettend veel bewegingen en stijlen. Het is ook eigenlijk te kort natuurlijk om zoveel te doen. Maar het is een impressie. Het is een fantastische omhoog. Om lekker te ontspannen, om te stretchen. En de laatste buiging is uit respect eigenlijk namaste voor iedereen. Nou, we gaan over naar de cooling down. We mogen weer gaan staan als je wil. Ik ga het ook even staan. Als je een poosje gezeten hebt, is dat lekker. Wil je zitten, ga je zitten. Blijven jullie staan, ik ga zitten. Oké, en duw naar voren. Stretch je vinger. En het boekje. Knuffel jezelf. Kijk over je rechter schouder heen. Hou die knuffel daar. Kijk over je linker schouder heen. Hou die knuffel daar, dat is een hele lastige. En andere kant, stop. Stretch je vingers, hou je arm gerecht. Of je een boekje leest, stretch je onderarm en knuffel jezelf. Nou, hou die stretch hier. En kijk naar links, hou die stretch hier. Lastig, hè? Proberen, ook even de andere kant. Oké. Pak twee armen vast en rek uit omhoog. En weer terug. Rek uit omhoog. En weer terug. Oké, strek de kuit. Eén voet zet je achter. Als je hem iets meer wil stretchen, pak je hem vast. Oké, denk aan je rug. En andere voet. Je kan hem staan doen, je kan hem zitten doen.
En weer terug. Oké, we reiken eventjes. Ik zal hem even voordoen. Polsen op de stoel. We maken even een lange rug. Blijf maar even daar. Blijf maar daar. Als je hem zitten doet, is het vanuit de spanning een lange rug. Trek je handen naar achteren. Oké. En weer terug. Kom weer rechtop. En schud even alles uit. En ook je benen. Bedankt voor het kijken naar Parkinson TV in beweging. Blijf nog even kijken naar het volgende onderdeel. En hopen tot een volgende keer bij een andere aflevering. Mijn naam is Inge van den Broek. Ik woon in het midden van het land en weet sinds 11 jaar dat ik Parkinson heb. Wat betekent bewegen voor jou, Inge? Ja, ik vind het heel belangrijk. Ook om, je gaat je er gewoon heel prettig bij voelen. En ik heb altijd één doel. Ik wil heel graag in de bergen kunnen blijven lopen. Dus dat is ook mijn motivatie als ik me beweeg. Dat ik denk van, dat draagt daaraan bij. Ik doe aan yoga. Doe ik al heel lang eigenlijk. Roeien nog wat, kanoën of kajakken. En ik wandel graag en fiets graag. Het mooie van yoga is dat ze zeggen van, er is geen goed of fout, alles is goed. Hè? Wat jij doet en wat je kunt is goed. En nu ik die Parkinson heb, ja, dan merk je natuurlijk wel dat ik stijver word. Maar goed, dan kun je dat in ieder geval een plek geven. Hè? Dat ik voel van, nou ja, oké, dat is zo. En met yoga kan het alleen maar beter worden, hè? Of het afgeremd worden. Het is een gewone yogales, waar dus iedereen aan meedoet van alle leeftijden en niet speciaal Parkinson. Maar ja, dat hoeft dus ook niet, hè, omdat je het heel individueel eigenlijk op je eigen tempo dingen doet. Van het is jouw grens, is jouw grens, is geen goed of fout. Stop als het niet verder gaat, het is altijd goed. Ja, je wordt er gewoon blij van, hè? En je voelt je gewoon beter na afloop. Je hebt het gevoel dat je aan, ja, weet je, ook aan je ziekte bewust werkt. Hè, dat vind ik ook mooi. En soms vinden mensen wel, zoals in de bergen wandelen of dat kajakken, super stoer. Maar goed, dat vonden ze eigenlijk voor de Parkinson ook wel. Ja, dus dat zegt misschien meer over hun dan over mij. Begin klein, denk ik. Stel jezelf niet een te moeilijk en te hoog doel. En ga vooral iets doen wat je leuk vindt. Want als het niet leuk is, dan wordt het toch niks. Althans, zo werkt het voor mij. En weet je, als het leuk is dan, en je wordt er blij van, nou, dan ga je het misschien vanzelf vaker doen. Mijn naam is Bas Bloem, ik ben Parkinson-hoogleraar aan het Radboud UMC. En ik wil jullie graag iets uitleggen over de relatie tussen Parkinson-medicatie en sporten en bewegen. We hebben in een aantal studies laten zien dat sporten en bewegen winst oplevert voor mensen met Parkinson. En die winst was in ieder geval één grote studie die we in een gezaghebbend tijdschrift hebben gepubliceerd, net zo groot als die van een zwak werkend Parkinson-medicijn. En die bevinding is ten onrechte door sommige mensen uitgelegd als, hey, als ik met sporten de effecten bereik die gelijk zijn aan die van een medicijn, dan kan ik waarschijnlijk wel toe met minder medicijnen. Maar dat is helemaal niet het doel van sporten en bewegen. Het doel van sporten en bewegen is dat je je beter voelt. En dat is hart en vaten, je spieren, je hersenen. Maar het interessante is dat om goed te sporten, je juist eerder wat meer dan wat minder medicatie nodig hebt. Als ik ga hardlopen, dan knijpt mijn brein een beetje extra dopamine uit.
Nou, die luxe hebben mensen met Parkinson niet meer. En wat we heel vaak horen is dat mensen na het sporten hartstikke moe zijn. Of dat ze te veel last hebben van hun Parkinson om een goede workout te kunnen doen. Dus wat een hele praktische tip is, is om bijvoorbeeld voorafgaand aan het sporten, zo'n 20 tot 30 minuten, een extra pil van bijvoorbeeld de levodopa in te nemen in bubbelend mineraalwater, waardoor je je beter voelt qua Parkinson, dus ook beter kunt sporten en daarmee dus ook een grotere gezondheidswinst haalt als gevolg van dat sporten. Dus sporten heeft niet als doel het verminderen van de medicatie en denk erover na om in overleg met de neuroloog of de Parkinson-verpleegkundige eventueel juist wat extra medicatie in te nemen voorafgaand aan een sportmoment. Heb je er meer plezier van en meer winst?